Het leven zit vol verrassingen en kan onmogelijk voorspeld worden. Dat maakt het enerzijds uitdagend en uniek, maar anderzijds moet je daar als mens ook maar mee leren omgaan. De eigentijdse podcast, die tweespraak wil zijn, staat graag stil bij dat bestaan. Dat doet het aan de hand van 10 ongewone vragen die tot nadenken stemmen. Pieter Jan en Steven stellen ze aan 2 boeiende Vlamingen die liever niet rond de pot draaien. Kedist Deltour werd geboren in Ethiopië. Toen ze 8 jaar oud was, stierf haar moeder aan kanker en haar vader plaatste haar met haar broer en zussen in een weeshuis. Op 10-jarige leeftijd werd ze geadopteerd door een Belgisch koppel. Kedist werd kapster en werd in 2021 ook tot Miss België bekroond. Gitarist Bertel Steen is frontman van Absent Minded, een band die dit jaar 20 jaar bestaat. De groep bracht 7 albums uit en onlangs ook een verzamel-cd. Bert kennen we ook van het recente seizoen van Liefde voor Muziek. Welkom Kedist, welkom Bert bij Tweespraak. Is er ergens een link, een band tussen jullie beiden? Of zijn jullie vreemden voor elkaar, Bert? We kennen elkaar nog niet, maar we zijn wel van dezelfde streek een beetje. Er is toch een link met het Kortrijkse. Zo. Mijn grootmoeder... Mijn moeder is van Kortrijk. Ik heb wat familie in Kortrijk. Mm-hmm. En ik hoorde dat zij in Haraldbeke gewoond heeft en zo. Ja, dat klopt. Mm-hmm. Dus dat is misschien een beetje een band. Mm-hmm. Heb jij dat gevolgd, die Miss België-verkiezing, Bert? Ik heb dat niet echt gevolgd, maar ik wist wel wie gewonnen was. En ik heb ook al eens naar je Instagrams gaan kijken. Ja. Nee, ik vind het... Ja, de beste winnaar dat kon zijn eigenlijk. Mm-hmm. Dank u wel. Amai, mooie woorden, Kedist. Ja. Kedist, ken jij Bert Ostijn, de muziek van Absent Minded? Of ja. Is dat een beetje vreemd voor jou? Nee, ik ken hem eigenlijk wel van op tv en ook van zijn muziek. Mm-hmm. Dus ik vind het wel echt top dat ik hem nu in echt leven mag ontmoeten. Mm-hmm. Ben je iemand die houdt van pop- en rockmuziek? Ja, toch wel. Okay. Ik luister graag naar muziek en ik vind het gewoon geweldig. Het is een vast onderdeel van je dag, muziek luisteren, in de auto bijvoorbeeld. Toch wel, ja. Ik vind dat wel belangrijk. Oké, super. Alleszins welgekomen in Tweespraak. De bedoeling is dat we het komende uur en 10 minuten ongeveer samen op weg gaan aan de hand van een paar boeiende vragen. Ik stel voor dat we er meteen in vliegen, Steven. Ja, jullie hebben de vragen op voorhand gekregen. Waren het moeilijke Kedist? Heb jij die vragen al van andere mensen gehoord of ontvangen? Nee, eigenlijk niet, maar ik vind het wel nog interessant. Dus... Mm-hmm. Ik heb er wel zin in. Oké, mooi. Bert, jij zei op voorhand, ik ga ze niet veel lezen, ik ga gewoon spontaan proberen te antwoorden. Ja, ik dacht een podcast is een beetje een gesprek, hè, dus waarom niet, dacht ik. Ik zie wel wat er gebeurt. Oké, top. We gaan eraan beginnen. Jullie zijn allebei wel eens in de belangstelling. Jullie krijgen wel eens complimenten van mensen. Maar wat bewonder je eigenlijk het meest aan jezelf? Als iemand dat zou vragen, als je in de spiegel kijkt, letterlijk of figuurlijk, Kedist? Voor mij is het heel bizar. Als ik toen ik in Ethiopië woonde, ik was letterlijk een straatkind. En ik moest ook een uur wandelen achter water. En dan kom ik naar België en dan ben ik nog een keer gekroond als Miss België. Dat is wel echt een wonder. Dus ik vind het nog altijd bizar. Je kan het altijd niet geloven. En wat doet dat met jou als persoon als je daaraan staat en je wordt uitgeroepen tot winnares? Wat voelde je binnenin op dat moment? Oh, dat was zo... Ja, dat was zo'n leuke, hele zotte gevoel van... Allee, is dat mij eigenlijk gelukt? Gewoon, dat is een sprookje... uiteindelijk die uitkomt voor mij. Ja. Denk je dan wel eens terug aan dat kleine meisje dat je toen was in Ethiopië, dat een uur moest wandelen om iets te gaan halen? Ja, toch wel. Toch wel veel. Vind je dat belangrijk om daar voldoende bij stil te staan? Bij het van waar je komt? Ja, je moet altijd weten van waar dat je komt. En ook voor de toekomst is het wel heel belangrijk. Ja. Dat je voor je droom kan gaan en... En mag ik dan besluiten dat je iemand bent die ook heel dankbaar is voor alles dat op je pad komt? Ben je een dankbaar persoon? Ja, zeker. Ja. Okay. Zeker. Ja. En als je dan tot Miss België gekroond wordt, is dat een zeker trots dat dan naar boven komt ook voor een stuk? Ja, toch wel. Ook gewoon, ik vertrouwde mezelf ook niet. Ik was ook heel onzeker. Oh, misschien de mensen die mij wel zien, denken altijd van mij van, oh, je bent te zelfzeker. Maar die van binnen ben ik zo heel onzeker persoon en ik heb altijd... toestemming nodig van iedereen en bevestiging.
En nu, allee, dat was zo mijn ding, zo van oké, als ik Miss België kan worden, dan moet ik wel kunnen geloven in mezelf en zeggen, amai, kijk, dat is mij gelukt. Ik heb dat gewoon alles op mijn eentje gedaan. En het is mij ook nog gelukt en dat is gewoon top. En ik ben ook iedereen dankbaar. Ja. Ja. En het traject zelf, uiteindelijk Miss België is een volledig traject. Was dat een bepaalde druk dat je ervaarde toen tijdens het traject zelf? Iets dat onaangenaam was of hoe heb je dat zelf ervaren? Dat was wel een leuke ervaring, maar het was een beetje minder met de corona. Want we hadden ook niet zoveel contact met de meisjes. Of met, we hebben ook niet kunnen op reis gaan. Maar de organisatie van Miss België heeft ook supergoed hun best gedaan voor alles toch wel tussen de lijntjes te houden. Dus mm-hmm. Ja, voor mij was dat wel een unieke ervaring. Mm-hmm. Oké. Okay. Bert, jij staat 20 jaar op het podium met Absent-Minded. Je hebt een verzamel-cd uit. Je hebt een succesvol televisieprogramma achter de rug. Je bent papa van een fijn gezin. Wat maakt jou eigenlijk trots over jezelf? Wat bewonder jij het meest aan jezelf? Ik vind het een beetje raar om te zeggen, dit bewonder ik het meest aan mezelf, maar ik denk dat ik ergens wel trots ben op het feit dat ik eigenlijk nooit echt een plan B heb gehad. En dat ik daar mij nooit echt door heb laten belemmeren door zo de angst of het scenario dat het niet zou lukken. Ik denk dat ik ergens misschien in mijn karakter zo wel iets van een doorzetter heb. En ik heb ook altijd het gevoel gehad van ofwel doe je het, ofwel doe je het niet. Dus 100%. Dus eigenlijk, als kind heb ik heel even gedacht dat ik striptekenaar wil worden, maar dan is het vrij snel muziek geworden. En dus dat was een passie. En ik denk dat dat iets is dat heel belangrijk is, dat je gepassioneerd zit door wat je doet. En dan heb ik ook het geluk gehad dat ik eigenlijk, als ik moest gaan studeren, dat er eigenlijk een nieuwe richting was, produceren, waar ik eigenlijk ook in muziek terecht kon. En tegen dat ik bijna afgestudeerd was, had ik mijn eerste album uit met mijn band, met Absent Mind, en ben ik direct op tournee vertrokken. Dus dat is zo, dat is wel een geluk. Maar ik heb ergens ook wat gevoel van, ja, ik heb dat ook wel zelf gedaan. Mm-hmm. Ik ben er wel voor gegaan. Deze podcast wordt tijdens een onweer trouwens opgenomen op 11 mei. We zitten op zich nog altijd in een volle coronacrisis. Hoe heb je de voorbije maanden beleefd, Bert, als we het hebben inderdaad over muziek bijvoorbeeld? Het is dubbel. Het feit dat ik twee zoontjes heb, is, je kijkt naar die gasten, je ziet ze opgroeien, je hebt nog altijd het gevoel dat de tijd voorbij vliegt. Ja. Maar op professioneel vlak is het wel een hele moeilijke periode geweest, met ups en downs en een beetje ervoor uit zelfbescherming probeer je ook niet te veel te hopen op hopelijk binnen 2 maanden dit of dat. Je probeert het allemaal. Ik heb op een bepaald moment ook nieuws gewoon afgezet. Ja. Omdat ik het ook, ik had er ook niks aan. Mm. Dus heel af en toe heb ik wel dingen gedaan. Een keer een livestream show hier, een keer wat pers gedaan ook. Plotseling had ik ook tijd om interviews te doen. Normaal moet je dat zo in je schema passen tussen de repetities en je eerste shows. Ja. En nu was dat gewoon, ik had er eigenlijk zelfs zin in. Mm-hmm. Nog een keer buiten komen, nog een keer wat mensen zien. Dus ja, het is zwaar. En voor iedereen ook rond Absent Minded, ook technici en onze roadie en onze lichtman. En, mm-hmm. Ja, dat is heavy, ook op financieel vlak en zo. Maar kijk, ik mag wel van geluk spreken dat ik het niet meemaak in de beginperiode. Ik heb eigenlijk heel veel compassie met. Maar ja, het raakt iedereen, hè. Mm-hmm. Het raakt iedereen. Want afgezien van corona was het toch wel een bijzonder jaar, denk ik, ook voor jou. Jullie hebben een 7e album uitgebracht. Er was Liefde voor Muziek op VTM en het verzamelalbum dat er nu ook is. Mm-hmm. Ja, er is toch wel een en ander gebeurd ook, hè? Gelukkig maar. En die Liefde voor Muziek, ben ook heel dankbaar dat ik dat heb gedaan. Ik ging het misschien ook niet gedaan hebben zonder corona. Dat is ook zoiets. Ja, want dat vroeg mij nog af. Wat trekt je over de streep om aan iets, laten we zeggen, toch eerder commercieel deel te nemen? Ja, mijn manager vindt dat al jaren iets dat ik dat moet doen. Hij is fan van dat programma en met een goede reden. Het is ook een heel goed gemaakt programma. Het is echt kwaliteit en iedereen die eraan meewerkt en zo. Dus dat is echt fantastisch goed gedaan. Ik twijfel altijd van, is dat iets voor mij? Ik pas daar niet in. Of
Maar toen ze dan de derde keer op rij dat vroegen, dacht ik van ja, ik ga daar zitten in oktober, november zonder optreden. Ik was gewoon heel blij dat ik zoiets kon doen. Ik was eigenlijk heel dankbaar dat ze mij opnieuw gevraagd hadden, omdat ik al twee keer nee gezegd had. Ja. Dus het was echt heel tof om... Dat is opgenomen in november vorig jaar. Het was heel tof om eigenlijk toen al die andere muzikanten te leren kennen en eigenlijk heel intens samen te zijn. Eigenlijk nieuwe mensen te leren kennen, terwijl dat iets is dat je bijna niet meer doet, hè. Ja. Mm-hmm. In deze tijd ontmoet geen nieuwe mensen meer. Dat vind ik ook zo spijtig. En dus dat was dan wel echt een positieve episode. En ik denk dat iedereen die aan dat programma meegedaan heeft, daar intens van genoten heeft. Omdat het echt toch om de muziek draait en ook voor die sociale interactie onder elkaar. Heb je dat een beetje gevolgd, Christ, die liefde voor muziek? Ja, toch wel emotioneel, hè. Ja, hè? Ja, ik vind dat wel leuk. Ben je fan van het programma zelf ook dan? Ja, zeker. Maar hoeveel seizoenen zijn er nu in totaal al geweest? Dat weet ik niet. Ik weet dat ook niet, denk ik. Denk wel al veel, hoor. 7, 8 misschien, ik weet het niet. Maar het was een goede selectie van kandidaten, van mensen die meededen. Ik vond het echt tof dat zo van Gijken en ik, maar ook de Kleimans en Van Heel, die ik niet zo goed kende, maar dan ook Willy Sommers. Dus dat was echt een interessante combinatie van artiesten. Het is ook mooie nummers uitgekomen, hè? Als ik denk aan die rockversie van 7 Agnes 7 Rozen. Bunkerop, zoals ze dat zeggen. Ja, dat was tof. Dat was tof. Ja, maar op zich, zoals je zegt, Bert, een fantastisch mooi programma dat je eigenlijk mekaars muziek heruitvindt. Mm-hmm. En dan ook inderdaad, zoals ik het eerst zeg, de emotionaliteit van bepaalde liedjes die toch volledig worden omgezwaaid. En dat echt iets doet met een mens. Als je eigen muziek wordt anders vertaald. Is dat effectief zo dat dat echt een raar gevoel? Is dat een mooi gevoel dat er iemand jouw muziek herwerkt? Of hoe ervaar je dat zelf? Ik heb er meest van genoten van eigenlijk het hele van die week samen zijn en iedere dag toeleven naar dat moment dat je eigenlijk live speelt. Dat is misschien ook omdat ik dat live optreden zo miste. Ja. En ik denk dat iedere artiest dat wel deed. Je leeft echt toe naar het moment dat je uit die zetel gaat en je kunt dat nummer zingen. En het is gelijk een echt optreden en het moet ook goed zijn. Die adrenaline voel je weer door je lijf. Daar heb ik immens van genoten, eerlijk gezegd. Dat was echt een ontlading. En het moment dat dan je eigen liedjes worden gecoverd, dat is toch een beetje bizar. Mm-hmm. Maar af en toe word je inderdaad geraakt. Denk je van, dat is nu zo schoon wat dat er met mijn nummer, die versie. Allee, soms raak het u en dat is inderdaad, dat is chique eraan. Hè, het is een simpel concept, hè, maar het werkt. Mm. Dankjewel. Christ, we gaan naar de tweede vraag. Christ, jouw roots liggen in Ethiopië. Je hebt een goede band met de woesten. Ik wil daar nog iets over vragen. Ja. Ben je dan van waar in Ethiopië? Ben je dan van de hoofdstad of van Addis Abeba? Ja, dat is de hoofdstad. Ja, hè? Toch wel. Ja. Ik zou daar graag in naartoe gaan. Ja, dat is echt wel top. Ethiopië is toch het enige Afrikaanse land dat nooit is gecoloniseerd geweest. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, dat is toch een heel... heel dat is wel een mooi land. En je hebt wel heel veel armoede, maar je hebt ook veel mensen die heel rijk zijn. Maar daar zie je wel echt wel het verschil. Mm-hmm. Maar ook het natuur. En je kan zoveel dingen gaan bezoeken. En nu, als je heen naar Addis Abeba gaat, dat is de hoofdstad. En dat is precies like Brussel. Hè? Dat is super modern. Ja, dat is echt wel top. Ga je er vaak terug? Nee, ik ben nu al, denk ik, 6 jaar niet meer terug geweest. Dus hopelijk deze jaar nog eens te kunnen gaan. Ja. Ik was eigenlijk begonnen aan de tweede vraag. Dat was eigenlijk, ja, jouw roots liggen daar, maar je hebt ook een band met woesten natuurlijk, waar je jeugd op gegroeid is. Ja. En anderzijds heb je ook een band met Haarbeek, waar je nu nog altijd woont. Heb je zo een bepaalde plek, lievelingsplek? En wat vind je daar wat je elders niet vindt, Kedist? In Ethiopië? Of in België? Goh, ik heb eigenlijk graag, als ik ergens naartoe kan gaan, waar dat er een goede energie is, waar dat ik naartoe kan gaan en dat ik mezelf kan zien, dat is een goede plaats voor mij, ja. Concreet, heb je dan bijvoorbeeld een festival met veel energie? Is dat dan Ibiza of zie ik het te commercieel? Ja, zoiets. Ook thuis, ook bij mensen. Ik vind dat wel zo belangrijk dat ik gewoon dikke dus kan zien. Ja. Dat ik gewoon gek kan doen en gewoon niet moet schamen of niet moet anders gaan doen, omdat er
Oké, dus eigenlijk echt een plek waar je volledig tot rust komt. Ja. En zijn er zo momenten of manieren waarop dat je tot rust komt? Dat je bijvoorbeeld door te gaan wandelen of door te gaan lopen. Hoe kom je tot rust? Oh. Ja, toch wel. Als ik gewoon, ik kan ook wel gewoon genieten als ik gewoon alleen thuis kan zijn. Gewoon nu zeker. Voor mij is dat een nieuwe wereld die open gaat. Dat is ook allemaal zoveel dingen die op mij afkomt. Dus ik ben wel een keer blij als ik een keer naar huis kan gaan en zo. Oh, ik kan uitrusten, gewoon in mijn zetel kan liggen en zeggen, oké, dat is mijn rustplaats. En, ja. Als er is niets op je agenda staat. Ja. Ja. Bert, heb jij zo'n lievelingsplek waar je helemaal tot rust komt, waar je helemaal thuis kan komen? Ja, thuis kan ik echt tot rust komen. Wij wonen een beetje op de buiten en een beetje in het groen en zo. En een keer gaan wandelen of een keer gaan lopen, dat doe ik af en toe. Om zo het hoofd wat vrij te maken. Dus dat is wat dat ook heel rustgevend is. Dat is het voordeel, is gitaar spelen. Hè. Je pakt de gitaar een beetje tokkel en je ziet wel wat dat ervan komt. Hè. Dus ik ga niet zo een avond in de zetel zitten, maar zo een beetje rustig bezig zijn thuis. Zo, hè. Zo een keer wat buiten, een keer een glas wijn drinken, een keer mijn gitaar vastpakken. Op die manier. En zijn er zo plekjes, wie weet dat van het buitenland, dat je een speciale band mee hebt, dat je graag naar terug gaat of die in je achterhoofd houdt? In Absent Minded is er wel een speciale band. Dat is wel al een tijd terug. Ik zie het ook niet direct opnieuw gebeuren. Maar dat is eigenlijk wel Parijs. Omdat we hebben daar twee platen opgenomen. Dus voor ons vierde album, Absent Minded. En ons vijfde album, As It Ever Was, is iedere keer in Parijs opgenomen in een studio. Waardoor ik ook daar eigenlijk iedere keer een maand of twee gewoond heb. En dat is wel een stad, vind ik, waar je zo die energie voelt van ja, oké, we gaan erin vliegen. Dus ja, ik hou wel van, maar ik hou ook wel van Brussel bijvoorbeeld, hoor. Of van Gent. Allee, het heeft mij wel pijn gedaan het laatste jaar om te zien hoe leeg en hoe verlaten dat die straten zijn. Ik kan wel. Ik woon ook in Destelbergh, maar ik kan nog altijd met de fiets naar Gent. Dus ik heb wel beide nodig. Hè? Dus rust en een beetje natuur en een beetje privé, maar tegelijkertijd zo een bruisende stad, dat geeft ook wel energie, dat geeft ook wel inspiratie. Mensen zien, mensen van waar komen ze, waar gaan ze naartoe, zo ja, dat gevoel. Ja, want jouw roots liggen in Vechten, je hebt ook familie in Kortrijk, heb jij iets met deze streek eigenlijk? Zeker. Nog altijd? Ja. Dat is, ik vind het nog altijd, als je van Gent naar Vechten rijdt, passeer je zo die Reus met zijn één oog en die Ransom met zo We Have Jobs in het groot en ja, al die fabrieken. En ja, dat, ik weet niet, de hardwerkende Vlaming of zo, dat associeer ik gelijk met deze, ik weet niet. Kortrijk en Waregem ook, ik vind dat West-Vlaams, hè, dat West-Vlaams. We gaan naar Waregem of we gaan naar Kortrijk en mensen praten helemaal anders. Hè. Ja. En ze zijn elkaar ook niet zo graag. Hè. Nee, dat is waar. Dat is waar. dus ik heb altijd tussen die twee. Ik zat op school in Waregem, maar soms ging ik het weekend een keer uit in Kortrijk. En in welke school in Waregem? Het college, het hele hard college. Ik heb ook in het hele hard college gezeten. Ja, ik ook. Fantastisch. Ja, ik heb er nog altijd, drie hele goede vrienden uit die tijd. Oké. Okay. Ik kom er niet zo vaak. Zeker in Waregem ben ik heel weinig. In Kortrijk kom ik misschien wel nog een keer. Ik heb ook wel het gevoel dat in Kortrijk ook wel. In de tijd ging ik nog graag naar dat festival, hoe noem je dat nu weer? Rond de kreun met zo'n curator iedere keer. Zo, zwart, heel cool. Er zijn wel goede dingen, eigenlijk. Het Wilde Westen? Nee. Het 1 mei festival? Nee. Het is niet Alcatraz, denk ik. Nee, niet dat metal festival. Het was op een bepaald moment ook in de expo's, hè, maar eerst was het in de kreun. Bokker Rock? Ik zal er wel nog op komen. Ja. Nee, maar dat was uitverkocht, iedere keer in één dag. En dat was dan, Dina van Sonic Youth cureerde dan twee dagen aan een stuk. Heel alternatief. Kijk. Ja. Oké, dus wel nog een bepaalde band met Zeker. Ik en is Kortrijk veel veranderd, nu hier een keer terugkomt?
Ja, maar met die corona kun je dat niet meer zeggen. Hè. Maar vroeger zat ik veel in de Dalve Maan. Okay. Mm-hmm. Dat bestaat niet meer al sinds. Christ ken ik het ook, ze kent het ook. Ken je dat? Hè? Ja. Dat zegt mij wel iets. Ja, en de trap. Nee, tof hier. Ik kom altijd graag terug. Mooi. Oké. Okay. En van drinken schuiven we door naar eten, meer bepaald naar ons droomdiner. Stel dat jullie zelf, of laten we zeggen eten laten komen, wie mag er, of welke personen, kiddisten, mogen er allemaal aanschuiven aan jouw droomdiner? Die personen kunnen nog leven, kunnen ook niet meer leven, iemand dat je naar opkijkt. Wie mag er voor jou aan de ideale tafel zitten? Voor mij mag Naomi Campbell, okay. Of Tyra Banks. maar meer zo Naomi. Ik kijk wel toch wel hard op naar haar. Mm-hmm. Ook omdat zij meer in de modellenwereld zit, maar mm-hmm. ook omdat ze echt een voorbeeld is. Mm-hmm. En ja, dat zou gewoon top zijn. Oké. Okay. Als ik haar ooit mag ontmoeten. Wat zou je klaarmaken voor Naomi? Chili con carne. dat is mijn recept. Oké, top. Dat is super lekker trouwens. Ja. En waarom, dus inderdaad Naomi, maar wat zou je er tegen zeggen bijvoorbeeld? Mocht ze voor jou zitten, wat zou je er vragen? Goh, ik weet het niet. Ik denk dat ik zodanig ga stressen. Daar gaat gewoon niks uitkomen. Mm. Och, ik denk gewoon hoe dat zij eigenlijk zo groot is geworden. En mm-hmm. ja, ik zou gewoon heel veel advies vragen. En ja, ik weet dat niet. Mm. Zijn er ook mensen die jou inspireren op jouw weg nu? Ja, ja toch wel. Over chili con carne gesproken, zou je zelf achter de kookpotten staan? Of bij iemand die graag kookt? Ja, ik vind dat wel leuk. Ja. Bijvoorbeeld als er mensen, allee, nu niet in de corona, maar zo, ik nodig wel heel graag mensen. Of als er vrienden bij mij zijn, dan zeg ik, allee, kom eten, blijf gewoon eten. Dus ik vind dat wel leuk dat iedereen van mijn kookkunsten kan genieten. Mm, perfect. Je hebt Naomi genoemd, je hebt Tyra Banks genoemd. Zijn er nog mensen die jou kunnen inspireren? Buiten de modewereld? Oh ja, ik eigenlijk persoonlijk kijk ik ook wel op naar mensen die ouder zijn, die mij zo heel veel kunnen leren. En voor mij mogen ze ook aan mijn tafel zijn, hoor. Mm-hmm. Iedereen die mij... Een grote tafel dus. Ja. Ja, oké. Okay. Bert, heb je iemand speciaal dat je zegt van die personen moeten zeker aan mijn tafel? Er zijn genoeg personen die ik heel inspirerend vind, dus ja, dat zou ook wel een grote tafel worden, denk ik. Je moet dan ook nog zien dat ze onderling allemaal overeenkomen, dat lijkt mij heel moeilijk. Maar je kan ze ver genoeg van elkaar zetten. Nee, bijvoorbeeld, in de muziek bijvoorbeeld, iemand like John Lennon bijvoorbeeld, of Dylan bijvoorbeeld, of nog een grotere wereldster, Bob Marley bijvoorbeeld, wat voor een mens is dat? Of schrijvers zoals Henry Miller bijvoorbeeld, die zo de beetje de zou dan een heel groot compliment voor Herman, maar je zou dan een beetje zo de Brusselmans avant la lettre kunnen noemen, maar dan een Amerikaanse schrijver, of iemand like Stanley Kubrick of mm-hmm. ja, duizenden mensen eigenlijk. Onlangs heb ik ook weer ik lees ook wel best veel en dat inspireert mij altijd. Filmmakers, auteurs, muzikanten. Maar nu dat je bezig bent over Naomi Campbell, dat lijkt mij ook een zeer interessant figuur. Ik zou niet zeggen. Dat is het ook. Als je gepassioneerd bent door iets, dan wil je meer weten. Hè. Mm-hmm. Ik kan me dat perfect inbeelden als hij gepassioneerd door wat hij doet, dat je denkt van inderdaad, iemand die ouder is dan mij en die, mm-hmm. die mij iets kan leren, ik ga daarop ingaan. Ik snap dat volledig. Mm. Want je bent zelf muzikant, wat zou je bijvoorbeeld vragen aan mensen als Marley of Lennon? Van Lennon zou ik wel een keer willen weten hoe dat nu zit met die... Give Peace a Chance en hoe dat hij denkt over de wereld nu en hoe... Of bijvoorbeeld of Cobain, bijvoorbeeld van Nirvana, zo van, allee, gast, had dat toch beter niet gedaan. Mm-hmm. Ja, er zijn
De wereld is een snel veranderende plek. Hè. Als je denkt over mijn jeugd in de jaren 90. Mensen zijn nu heel nostalgisch tegenover de 90s. Dat was zo'n periode zonder crisis gelijk. En de jaren 80 waren een donker periode. En de jaren 90, Tom Barman heeft me nog gezegd van de 90s, dat waren onze 60s. ik denk. Zo dat hele concept van iemand die zelfs al gestorven is om daar een gesprek, dat zou zo mindblowing zijn. De wereld verandert echt wel snel. Nu leven we echt in een wereld. Wist hij dat je kunt nu voor je Zoom-meetings kunnen digitale kledij kopen van Gucci? Weet je nee. Serieus? Ik bedoel, kijk, voilà. Mensen geven er geld aan. Hè. En wat maak je klaar, Bert? We zaten aan tafel. Kook je zelf, eerst en vooral? Ja, kook zelf. Ja, heel veel. Oké. Okay. Ja, want ze zijn gestopt met warm eten op school, dus die kinderen moeten gevoed worden. En mijn vrouw heeft ook niet altijd tijd, en ik ook niet altijd, maar wij doen dat dus. Maar ik doe dat wel graag. Ik denk dat een pasta zou zijn of zo. Een pastatje? Ja, een pastatje met... champignons, bospaddenstoel, ik weet niet wat spek. We zien wel. Super. Allemaal heel inspirerende mensen aan tafel, Steven. Let op, zo koken voor veel volk, dat doe ik wel niet veel. Zo voor veel vrienden en al, het is meer in gezinsverband. Ah ja, oké. Okay. Maar ik zou het wel durven. Maar voor Lennon en Molly zou je dat wel doen. Ja, ik zou ook nerveus zijn, denk ik. Fantastisch. Iets helemaal anders. Politiek is misschien een ver van je bed show of ver van je bed wereld, dat weten we niet. Maar stel dat jij premier zou zijn en je hebt het voor het zeggen. Wat zou je dan willen veranderen in België? Wat zou je agendapunt kunnen zijn? Kirist, ben je daarmee bezig? Oh ja, ik zou wel een onderwijs. Ik zou dat in twee talen doen: Frans en Nederlands, want dat is zo belangrijk. Mm-hmm. Ja, dat ze dat gewoon vanaf in het kleuter, dat ze dat al leren. Want ja, je hebt dat echt nodig. En ook voor te communiceren. Want ik merk dat ook. Ik heb wel een achterstand natuurlijk. Omdat ik heel lang niet naar school kunnen gaan heb. En mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik heb vijfde leerjaar en zesde leerjaar overgeslaan. Mm-hmm. En direct naar eerste middelbaar geweest. En ik merk ook wel dat mijn basis niet goed is. En nu leer ik zoveel mensen kennen die Frans spreken. En ja, ik vind dat wel heel belangrijk, want ja, dat moet gewoon. Mm-hmm. Dus jij zou het onderwijs echt wel verplichten vanaf de kleuterklas in twee talen? Ja, in twee talen. Mm-hmm. Oké, okay. Dat is een zinvolle gedachte. On doit continuer en français ou pas? Nee, we gaan niet in het Frans verder doen, denk ik. Dus we gaan je niet testen, nee. Vind je dat op zich, omdat je zo heel recht voor de raap zegt van inderdaad Nederlands en Frans. Ja. Dus op zich, hoe vroeger, hoe beter eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Allee, als je als kind kan leren, leer je ook veel vlotter. Hè? Mm-hmm. Dan leer je ook echt vanaf nul. En dan hoor je ook veel meer. En dan, ja. Wat je zei het net voordat we begonnen met de opname, dat je momenteel ook die Franse lessen volgt. Ja. Is dat moeilijk? Omdat je ook net toegeeft inderdaad van het Nederlands op zich is al wat moeilijker om onder de knie te krijgen. Ja, maar het lukt wel. Zeer goed, vind ik zelf. Ja, ja, ja. Maar is dat dan nog niet extra moeilijk om opnieuw een vreemde taal erbij te leren? Ja, dat is wel moeilijk voor mij, maar ik doe zo goed mijn best en ik wil het ook echt leren. Mm-hmm. En ik ben ook echt heel geconcentreerd en het interesseert mij ook wel. Mm. En ik vind gewoon, als je iets graag wil leren en je hebt daarvoor de passie, dat zal je gewoon lukken. Ja. Mm. Want mensen thuis weten het niet, maar hoe oud was je toen je Nederlands hebt geleerd? Ik was 10 jaar. En ja, ik was wel redelijk oud, want in mijn land heb ik ook 4 jaar of zo niet naar school kunnen gaan. Mm. Dus toch wel een achterstand. En dan toen ik naar België kwam, ik moest... korte tijd alles herhalen en direct mee zijn met iedereen. En dan moest ik natuurlijk in vierde leerjaar zitten. En dan heb ik... Ja, ik begreep niks. Dus hebben ze me eigenlijk in eerste leerjaar gestoken voor Nederlands te leren. En ik heb ook eigenlijk wel heel veel hulp gekregen van iedereen, van leerkrachten.
Ja, dat doet toch ook wel, omdat zij ook wilden dat ik ver ging geraken. En ik deed ook altijd goed mijn best, ook al had ik moeilijk op school. Mm-hmm. En dan heb ik eerste, tweede, derde, vierde gedaan. En dan heb ik vijfde en zesde overslaan, direct naar eerste middelbaar. Mm-hmm. En mijn doel was toen, ik wil graag voor kapster leren, omdat ik een persoon ben. Ik maak graag mensen gelukkig. En ik vind haar is het ook heel belangrijk voor een mens. Zeker. Ja, dat is heel belangrijk. En dan heb ik heb dan ook mijn doel bereikt, uiteindelijk. Ik heb mijn diploma behaald, ik had direct een vast job, dus ja, dat maar was het. Ik ben leraar Nederlands en ik kan jou alleen maar feliciteren omwille van jouw Nederlands proficiat. Dank u. Bert, jij bent premier op een dag, premier Oostijn. Wat pak je aan in de maatschappij als eerste? Ik weet niet of de premier zoveel te zeggen heeft ook, maar... Ja, als we het echt hebben over wat is de grootste problematiek in de wereld... dan zou de premier daar jammer genoeg niet aan zoveel kunnen doen, dus... Moet ik antwoorden als premier of wat dat ik anders zou willen zien? Misschien zijn er wel dingen in Vlaanderen of in België die je wil aanpakken? Moeilijk, hè. Allee, ik vind dat bijvoorbeeld... kijk ik wel op naar iemand zoals Elon Musk, hè. Mm-hmm. Maar langs de andere kant, die doet gewoon wat hij wil. Hè. Die schiet die satellieten in de ruimte en we zitten ernaar te kijken. Het valt al een raket in en die ontploft dan en dat is allemaal normaal. Hè. Dat vind ik geschift. Dat vind ik zo geschift. Nu ook weer in Bill Gates, die gaat scheiden en waarschijnlijk is zijn weduwe dan op slag de tweede rijkste vrouw op aarde. Allee, de ongelijkheid, daarover gaat het mij. Dat is iets dat we alleen maar zien toenemen. En ik vraag me af, ga ik dat nog ooit zien in mijn leven dat er daar iets aan wordt gedaan, lijkt mij zeer moeilijk. Maar dat is toch duidelijk dat dat onhoudbaar is, dat een bedrijf evenveel macht heeft als een paar landen samen. Allee. Mm-hmm. Dus ik vraag mij af, als er, Rutger Bregman heeft dat ooit ook gezegd in Davos, verdere belastingen gewoon... Die top 1%, allee, dat is proficiat, Elon Musk, allee, het is ook zijn fout niet, het is het systeem. Mm-hmm. Dat lijkt mij zeer problematisch te zijn. Dus als ik dan al zo gek zou zijn om in de politiek te stappen, dan zou dat toch een van de duidelijke strijdpunten kunnen zijn van ja, daar moet er iets aan veranderen. Want zelfs dat heeft ook te maken volgens mij met milieu, heeft ook te maken met heel veel discussies binnen de maatschappij, heeft volgens mij heel veel te maken met die ongelijkheid. Als je ziet gele hesjes en protesten en zo, en dat is, mensen werken keihard en ze het gevoel dat ze er te weinig voor krijgen. Dus dat lijkt mij een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Ja, je bekijkt het internationaal, maar is dat ook geldig voor dit land waarin we leven? In dit land volg ik wel een beetje wat ik eerst zeg, in de zin dat we ergens een beetje te gespleten land zijn geworden. Taal lijkt mij inderdaad wel een oplossing, toch zeker elkaar verstaan. Hoe dat ik het wel begrijp, is dat er een beetje een achterstand is wel in het Franstalige gedeelte van het land, dat er daar eigenlijk veel te weinig Nederlands wordt gesproken en dat er toch bij ons op school best wel wat Frans wordt geleerd. Ik heb ook wel Frans geleerd op school. Ik moet zeggen, ik heb het wel pas echt leren spreken toen ik veel in Frankrijk was en toen dat je daar door het te doen leer je het natuurlijk. Mm-hmm. Dus daar ben ik ook wel mee akkoord. Maar hoe dat de belasting in België zit, daar ken ik te weinig van. Maar dat is toch wel het voornaamste probleem. En ook, als het gaat over België, misschien toch ook wel die... als het gaat over milieu en zo, denk ik dat we ook wel nog serieus wat stappen te zetten hebben. Ja. Alles wordt licht volgebouwd tegenwoordig. Zou je het kunnen, morgen je, laten we zeggen, muziekcarrière inruilen voor een politieke carrière? Nee, daar ben ik echt geen mens voor. Ik vraag me altijd af, wat was het meeste dat je, laten we zeggen, afschrikt of tegenhoudt? Ik denk dat je een verpletterende verantwoordelijkheid hebt ten eerste. Dus dat alles wat je doet wel een impact heeft. Maar mij lijkt het een zeer moeilijke wereld, omdat je ziet dat ook in heel die coronatijd, omdat je constant
te maken heeft met lobby's en met de achterban en ook hoe dat de particratie werkt in België. Dus het leek mij echt een wespennest, ja. Eerlijk gezegd. Alles hangt een beetje samen met elkaar. Ja, ja. En dus ik ben wel iemand die nog altijd respect heeft voor die politicus, die dat dan wel aandurft, maar... Ik vind het toch soms moeilijk om te denken van, ja, die heeft mijn stem. Het is zeer moeilijk. Kedis, blijf jij uit dat wespennest van politiek? Of ben je iemand die daar ooit nog aan zou willen wagen, in de politiek? Zeker, ik blijf daar uit. Ja. Dat is niks voor mij. En wat houd je daar voornamelijk tegen? Ook de ik denk, verantwoordelijkheid? Of? Ja, toch wel. En ook als een politicus, hij doet zodanig hoe je best en... Niet iedereen is blij daarmee en je krijgt altijd, denk ik, wel slecht en negatief toegericht naar u. En ik denk dat het toch ook wel dat moeilijk is als persoon als je dat... Want uiteindelijk, je wilt het beste voor het land. En, Want er zijn wel mensen die tot in de politiek hebben gebracht ook. Fedra Horst bijvoorbeeld, ook Goede Liekes. Dat zijn geen voorbeelden die jij wil volgen? Nee, voor mij is dat een no-go. Okay. Om daar niet aan deelnemen. Maar ik vind het toch wel straf voor de mensen die als politiekers daarin zitten. Want uiteindelijk, ze doen wel goed hun best. Ze willen ook het beste voor het land. Mm-hmm. En uiteindelijk, als je goed kijkt, je krijgt toch wel een negatieve reactie. En voor niemand is het goed. En ik denk dat dat toch wel moeilijk is als persoon om daarin te zitten en toch je best te blijven doen, ja. Om daarmee om te gaan. Ja. Maar goed, we gaan jullie beroepen omruilen. Morgen zijn jullie geen kapster meer of zanger. Worden jullie hoofdredacteur van alle kranten van ons land. En jullie mogen morgen een primeur op alle kranten op de voorpagina's één quote drukken. Eén sprekende quote dat je zelf mooi vindt, dat je belang aan hecht, dat je een belangrijke quote vindt. Bert, we misschien beginnen bij jou. Heb jij een bepaalde quote, passage, moment, iets dat je zou willen drukken morgen op alle voorpagina's van de kranten? Met welk doel? Goh, doel kan eender wat zijn. Activeren, informeren, sensibiliseren. Amuseren. Amuseren. Ja, ik had er misschien beter toch een beetje voorbereid dan. Een quote op alle kranten, hè? En dat komt bij iedereen binnen. Op 1 april dan. Dat kan ook op 1 september of op 1 december. Zo, het internet wordt afgeschaft. En dan zien we dat er gebeurt. Oké. Okay. Ah, echt even shocken of zo. Ja. En wat zou er gebeuren mocht het internet afgeschaft worden? Paniek natuurlijk. Hè? Ja. Beurscrash. Alles kapot. Ben je zelf iemand die online leeft? Die veel online is? Social media en zo verder? Ja, dat moet een beetje, hè. Ja. Het is iets dat... Maar het heeft toch echt een schaduwkant. Maar het is wel niet onderschat, nee. Ik had het daar juist over die allerrijkste 1%. Vroeger had ik ooit een discussie met iemand waar ik zei van, allee, die Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, met zijn pakjes bedienen en al, dat is toch, hoe kan dat eigenlijk? Die zei van, ja, maar dat is niet waar, hè. Dat is niet die pakjes ook, hè. Dat is ook data, hè. Dat zijn gigantische datacenters en er is daar heel veel, ja, dat is zeer belangrijk geworden, heel de wereld draait daardoor en ja, ik beeld u in dat dan een keer een week plat ligt. Ik vraag me echt af wat er zou gebeuren. Ik vraag me af of we daar iets zouden uit leren. Ja. Het mag niet plat liggen. Hè. Er wordt alles aan gedaan, zodat al die computers altijd blijven draaien. Hè. Maar wij kunnen ons dat wel een keer inbeelden, dat je gsm een keer een week kwijt bent, of dat je computer crasht. Maar ja, dus ik vind het toch gek hoe belangrijk dat geworden is in ons leven. Dus, maar stel dat je jouw gsm één dag moet missen, is jouw leven dan ontregeld of niet echt? Nee, niet voor één dag, nee. Zolang dat de mensen die mij nodig hebben weten waar ik zit. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Kan je dat regelmatig doen? Dat je gewoon een keer even alles afzet? En te weinig? Ja. Te weinig, toch? Maar je merkt toch ook dat je daar dan toch weer... Je zit er toch dagelijks mee bezig. E-mails, communicatie. Het is ook wel belangrijk. Het is ook geniaal, hè. In de tijd... 20 jaar geleden kon je niet inbeelden dat je zo'n krachtige computer in je
En in je jaszak had zitten. Ja, hè? Zeker. Dus dat is tweesnijdend zwaard. Christ, hoe verslaafd, ging ik bijna zeggen, maar hoe gehecht ben jij aan jouw computer, aan jouw telefoon, aan het internet? Oh, ik kan er wel zonder, hoor. Ik vind dat niet het belangrijkste. Het is natuurlijk wel leuk dat je alles kan meevolgen, maar ik kan toch wel, als je mijn gsm zou afpakken, kan ik dat perfect zonder. Mm-hmm. Want ik vraag me dan af, je hebt op Instagram een 19.000 volgers, als ik goed gezien heb. Ja, dat is waar. Dus op zich is dat wel redelijk veel. Ja. Heb je dan zo geen constante druk om alles dat je online zet, dat je meteen weet van, niet per se die 19.000, maar dat er dat toch heel wat mensen zien, meteen? Ik bedoel, heeft dat soms geen een bepaalde druk op jou? Nee, ik bleef eigenlijk heel goed mezelf. En eerlijk gezegd, dat interesseert mij ook niet echt. Want het is niet omdat je zoveel volgers hebt of gelijk hoeveel, ik zeg maar 1 miljoen volgers. Oké, dat is wel een verschil, maar ik denk gewoon als je gewoon jezelf blijft, dat is gewoon het belangrijkste. En ik vind gewoon, je hebt heel veel mensen die misschien 20.000 volgers hebben en die hun al heel voelen dat ze precies de ster zijn, dan denk ik, zeg allee jong. Ja. Want ik vraag me dan af, hoeveel mensen van die 19.000 ken je echt? Ik heb misschien, hoeveel ken je? Misschien 100? Ja. Echt, allee, dat is zo. En ervoor, voordat ik Miss België werd, had ik ook maar in de 4.000 volgers. Dus dat was voor mij al oké, ça va, maar niet. Ja. En ja, dat was wel heel rap gestegen door Miss België te worden. Mm-hmm. Maar ja, dat is wel leuk, hè. En je hebt ook wel heel veel mensen die opkijken naar jou. Ik kreeg ook wel heel veel berichten. Dus, maar ik antwoord er ook wel op. En dan krijg ik zo'n bericht terug. Zo van, amai, ja, antwoord je op mijn bericht? Ik zo, ik ben toch ook maar gewoon een mens? Ik zeg, ik ben niet superster. En dan, ik zou dat gewoon doen. Ik zou gewoon mezelf zijn. En okay. Ik vind gewoon, als je gewoon jezelf bent, dan gaan mensen ook je rapper volgen en rapper iets durven vragen. Ja. Herken jij dat, Bert? Je bent natuurlijk ook bekend. Je hebt op grote festivals gespeeld voor 10.000 mensen. Verandert dat iets aan jezelf, aan jouw persoonlijkheid ergens? Uiteindelijk ga je wel op het podium gaan staan, omdat je die erkenning en dat applaus... gaat er wel voor, hè. Dus dat wel. Maar het is toch een verschil. Allee, een optreden geven voor heel veel volk, dat is een van de zaligste dingen dat er zijn. Omdat je die adrenaline voelt en je leeft in het moment en iedereen is in datzelfde moment en het is ergens iets, het kan soms echt magisch zijn, het kan soms echt heel opzwepend zijn en het kunnen zo van die avonden zijn dat je voor de rest van je leven herinnert. En daarover gaat het bij mij. En dan daarna, of bijkomstig, heb je ook contact met je fans via je sociale media, via Instagram, via Facebook. En dat heeft ook zijn waarde. Maar voor mij, ik antwoord ook soms op berichtjes en krijg soms ook zo die reactie van, allee, ik krijg hier een antwoord, ik had dat nooit verwacht. Ja, dat, ik probeer dat ook gewoon te zien als een tool om te communiceren met je fans en af en toe een keer iets te tonen. Mm-hmm. Maar daar stopt het dan ook wel bij. Allee, voor de rest ben ik niet zo... ik ga bijvoorbeeld ook niet echt veel privé dingen daarop zetten, omdat dat zit niet zo in mij. Het zijn meer interessante zaken, of we zitten in de studio, of we samenwerken met een andere artiest. Zo zulke dingen, ja. Het is wel tof om af en toe iets te delen, maar niet te veel. Dus meedoen aan een podcast bijvoorbeeld. Voilà. Dus je vindt het wel belangrijk om bereikbaar te zijn, zeg maar. Dat de mensen eigenlijk, als ze inderdaad een vraag stellen, dat je die gewoon ook beantwoordt. Ik vind dat wel een voordeel, ja. Dat is gewoon, denk ik ook, een beetje de bedoeling van die tools, dat je kunt communiceren en mensen, als je daar iemand blij mee kunt maken, dan ik probeer dat wel af en toe te doen. Ja, maar je hoort toch ook veel het omgekeerde van andere bekende Vlamingen bijvoorbeeld, die daar totaal niet aan meedoen. Die zeggen van, ze moeten mij gerust laten en ik ben onbereikbaar. Maar het is, je kunt ermee doen wat je wilt. Like bijvoorbeeld, sommige posts gebeuren ook door management of door de platenfirma en sommige dingen doe ik dan zelf. Mm-hmm. Dus
Dus ik volg daar een beetje mijn gevoel in. En af en toe komt er een keer iets tot bij mij dat ik op antwoord, omdat ik het een leuke vraag vind of omdat ik mij daar goed bij voel. Ja. Oké, maar we gaan terug naar de quote van Kidist op alle voorpagina's van ons land, of van de kranten liever in ons land. Ja. Heb je al een bepaalde quote? Oh, ik zou zeggen, wees lief en heb heel veel geduld. En ooit zal je je punt wel bereiken. Oké. Okay. Mm-hmm. We beginnen met het eerste stukje, wees lief. Dat is wel opvallend. Heb je de indruk dat mensen te weinig lief zijn voor elkaar? Ja, toch wel. Je hebt heel veel mensen die... die toch wel... Ja, zo... Afstandelijk, koud, ja, hoe zeg je toch dat? Wel. Ja, toch. Frustraties. Ja, ja, like bijvoorbeeld, als wij nu gewoon een keer zo'n wandelen, hè? Ik zeg gewoon graag goeiedag tegen de mensen, want goeiedag kost geen geld. Mm-hmm. Of een keer gewoon knikken, goeiedag, ja, hallo. En je hebt heel veel mensen die, ook al zeg je hallo, en ze negeren je gewoon. En ik zeg, allee, waarom doe je dat? Ik snap dat niet. Dus je bent wel iemand die zelf ook heel veel geeft. Die ja, dat is toch leuk als je gewoon over straat kan lopen en als je gewoon goeiedag kan zeggen en dan, of een compliment kan geven naar iemand. En een persoon kan gewoon gelukkig zijn als je gewoon zegt, oh kijk, je hebt een mooi kleedje aan of je ziet er goed uit. Mm-hmm. Ja, ik vind dat wel belangrijk. Je zei ook heel recht voor het raap, geduld. Is er op vandaag te weinig geduld in de wereld? Ja, toch wel. Heel veel mensen hebben geen geduld. Ja, ik vind het toch wel... Alleen nu is het wel misschien ietsje minder omdat corona is. En ja, iedereen is thuis en alleen de meeste toch. Maar ik vind het toch wel ervoor en dat er... Iedereen is getimed. Iedereen moet dat uur daar zijn. En niemand heeft eigenlijk tijd voor elkaar. En de wereld draait zodanig goed. En alleen volgens de mensen, dat draait te goed... Ja, ik vind gewoon, je moet gewoon geduld hebben en dan bereik je wel iets, hè. Ja. Uiteindelijk komt je droom al uit. Mm-hmm. Heb je veel geduld, Bert? Wel, het is niet de eerste keer, ben ik wel akkoord. Want ik heb al heel veel tegen mezelf moeten zeggen. Even geduld. Ja. Omdat, ja... dus ten eerste, het is ook een deel van mijn job. Hè. Je komt toe... in een club waar je moet spelen, gesoundcheckt, dan even geduld, dan iets eten, dan nog even geduld, dan is het voorprogramma even geduld. Allee, het is iets dat je als muzikant moet je wel geduld hebben. Ook bijvoorbeeld zo, je neemt een plaat op en de opnames zijn gedaan en dan is het dikwijls pas maanden daarna dat die gereleased wordt. Hey, of dikwijls zelfs een half jaar, omdat dan een single komt en dan nog. Dus, en als het dan gaat over, ja, hebben de mensen te weinig geduld? Ja, alles gaat wel snel inderdaad. Mm-hmm. Ik vind dat ook wel. Natuurlijk is er nu een hele rare periode, maar ik vrees dat we vrij snel weer terug bij het oude gaan zijn als dit achter de rug gaat zijn. Mm-hmm. Want mensen hadden de indruk dat de tijd een beetje trager ging in corona. Hadden jullie dat ook? Ik niet eigenlijk. In het begin even. Ja, misschien toch wel dat ze... Goh, in het begin... begrijp me niet verkeerd, hè, maar dat was eigenlijk wel een keer hoe dat iedereen een keer thuis kan zijn en een keer tijd kan hebben voor zijn familie en zijn gezin ook. En ja, maar achter een tijdje is dat wel toch wel afzagend. Hè. Maar uiteindelijk wake-up call, hè, ja, de wereld even op pauze. Toch wel. Niemand had dat ook gedacht, hè, dat dat ging gebeuren. Mm-hmm. Dus ja, dat was wel een keer hoe... Maar natuurlijk, dat is toch wel belangrijk dat alles toch goed draait en dat, er ook dat iedereen terug kan werken en terug de normale leven kan bereiken. En, en ook ja, dat wij onze vrijheid terugkrijgen, dat is het belangrijkste. Want nu hebben wij onze vrijheid uiteindelijk niet en we mogen dan wel een keer iets te gaan drinken op het terras of om 10 uur moeten we dan allemaal weg? Maar dat is zo'n beetje bizar, hè? Ja. Je zei zelf ook, Bert, geduld en een nieuwe plaat, iets dat mij opkomt nu. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus je plaat wordt gereleased. Op dat moment, hoe hard kijk je naar de gsm of denk je aan de eerste reacties die binnenkomen na zo'n release? Hoe hard ben je daarmee bezig? Nou ja. Ja, je bent er wel mee bezig natuurlijk. Ik kom wel nog... Allee,
In de eerste helft van mijn carrière was eigenlijk, kwam ik niet veel op de radio. Dan ging het puur om live spelen en van café naar café, van club naar club. En nu is wel, wat dan wel belangrijk is voor ons, is we hebben onze eerste single uit en gaan ze het spelen op de radio. Dat is wel, omdat dat ergens altijd zo'n startschot is van... Dus dat is altijd wel een nervositeit, zo van sla het aan. En dan ook, recensies is ook zoiets, ja, langs de ene kant... Wil je dat niet echt lezen, maar dat is zo, je zit daar ook niet zo voor. Of ik hou er meestal niet zo van recensies over mijn plaat, maar tegelijkertijd dat je dat ook nodig wilt als er iets... Het is allemaal heel dubbel eigenlijk. Ja. Dus ik zou willen van niet, maar ja, je zit er wel mee bezig. Ja. Ja. En ben je daar kapot van als er dan iets negatiefs wordt geschreven over jou? Nee, ik ben daar nog niet kapot van, nee. Dat helemaal niet. Maar... soms zou ik wel willen dat ik daar echt gewoon volledig boven sta. Ja. Maar dat zou dan betekenen dat ik geniaal ben of zo. En dat ben ik jammer genoeg niet. maar ik kan me wel inbeelden dat bijvoorbeeld bepaalde artiesten daar totaal niet mee bezig waren. Ook, nee. Christ, jij komt ook in de picture natuurlijk. Jij bent ook in de kranten gekomen op televisie. Heb jij dat dan allemaal nadien nog eens herbeleefd? Heb jij dat ook allemaal gelezen en gevolgd? Ja, toch wel een beetje. Maar ja, je hebt altijd veel mensen die negatief denken of zeggen. Oh ja, ik kijk daar eigenlijk niet echt op, want ik vind dat niet het belangrijkste. Maar doet dat dan bijvoorbeeld niets met jou? We hebben nu inderdaad al gehad bijvoorbeeld over de Instagram-volgers, 19.000. Er zullen ook wel reacties komen op foto's bijvoorbeeld. Ja. Als daar dan negatieve zaken tussen staan... Dat is echt heb iemand, ik ja, die gaat daar niet, niet op in. Ah, mijn foto's heb ik nog nooit niks gehad. Alles is positief. Ja. Maar dat is like zo meer in, ja, op Highline of zo. Allee, op Facebook kan je daar al een keer mee volgen. Dat moet je niet lezen. Nee, dat is gewoon echt belachelijk. Of als je dat leest, maar gewoon popcorn erbij neemt en gewoon een keer. Ja, soms dat ook is gewoon super grappig. Want allee, sommigen zijn zo, ja, zeg maar 50 jaar of in de 40. En, ze zijn zo kinderachtige dingen dat ik zeg, allee, ben je volwassen? Ja. Je draagt je gewoon. Dat is gewoon niet netjes wat je zegt. En... Ja, dat is wat ik dan zei van dat internet. Hé. Dat zijn wel dikwijls dingen die... Vroeger was dat zo, het zit een te zagen aan het oog. En dan zegt een ander van... Allee, Frans Wendt hoort, stopt er nu over. Weet je. En nu is dat op sociale media en dat blijft daar staan. En, hetzelfde met zo van die racistische zever en zo. Dat is vroeger, zegt er dat iemand? En... Maar nu, dat blijft daar staan. Hè. Ja. Mensen lezen dat en klikken daarop. Mm-hmm. Ik blijf daarvan weg. Zeker van hln.be. Het is inderdaad... Nee, maar ik geef je daar zeker gelijk in. Het is een... Laten we zeggen, maar ik denk ook... er zijn heel veel mensen die hun slecht voelen. En achter de schermen... Ja, iedereen voelt zich stoer. Hè. Mm-hmm. Ik ga het zomaar zeggen, want ik ben zeker dat zij in het echte leven dat niet zo dingen gaan zeggen. Mm-hmm. En, of ze zo misschien van gedacht veranderen. Ja, misschien. Hopelijk voor misschien hun. Misschien kan jij hen overtuigen. Voilà. Goed, ik stel voor dat we van de reacties van HLN doorspoelen naar de volgende vraag. En we gaan het hebben over de toekomst, meer bepaald over 5 jaar. Bert, waar zie jij jezelf staan over 5 jaar? Heb je er al ooit eens bij nagedacht of heb je daar een bepaalde visie of droom over? Waar wil je staan, letterlijk dan misschien op een podium? Oh, dat zou al goed zijn, ja. Ik denk dat ik hetzelfde doe als nu. Ik denk dat ik binnen 5 jaar hebben we zeker al nog een album uitgebracht. We zijn van plan om in theaters gaan spelen volgend jaar, dus we gaan dan terug wat meer naar de basis, naar de akoestische tour. En misschien is er dan weer zin in een nieuw avontuur, nieuw idee, ik weet het niet. Het zal sowieso te maken hebben met Absent Minded, denk ik. Want we zijn nu juist met een nieuwe bezetting aan de slag, waar ik heel veel hoesting heb om heel veel mee te gaan spelen. Ik moet zeggen, ik kan echt niet wachten om terug op te treden. Mm-hmm. Voor het eerst gaan we... Volgend jaar gaan we tournee doen, voor het eerst met Isolde Lazoen op drums, met Laurens Dieriks, een heel goede pianist. En nog altijd met Toon en Sergei erbij. Dus daar kijk ik al immens naar uit. En waar we dan binnen 5 jaar zijn, ik denk dat we dan zeker 1, misschien 2 albums verder zijn. Ik denk dat ik dan vooral weer nieuwe horizonten ga opzoeken. En ik kan het eigenlijk niet voorspellen. Maar ik denk niet dat ik plotseling...
iets anders aan het doen zal zijn. Mm. Nee, dat denk ik niet. Tegen dan bestaat de band 25 jaar. Dan moet gevierd worden. Kunnen we weer een best of uitbrengen misschien. Sorry, zeg maar. Nee. Eigenlijk, ik had er nog niet aan gedacht. Tijd vliegt, hè. Een kwart eeuw. Heb je een bepaalde droom, Bert, waar je graag nog eens zou staan dan als we het hebben over locatie van spelen? We zijn daar nu al van aan het dromen. Ik zou graag... Het is niet evident met die corona, hè, maar ik zou heel graag... We zijn nu gesprekken aan het opstarten om terug in Nederland te gaan spelen. We zouden heel graag terug in Frankrijk gaan spelen, want we hebben daar in de tijd heel veel gespeeld. Ik zou graag willen blijven op een bepaalde manier een beetje de wereld zien, ja, door te doen wat ik doe. En dus... Dat is altijd weer... dat gaat niet zijn gelijk vroeger. Vroeger deed ik dat gewoon, deden we dat gewoon. Maar ja, ik weet nooit, hè, dat ik een nummer schrijf dat in een of andere film terechtkomt. Of het is toch die ambitie die blijft gewoon om, mm-hmm, om eigenlijk nog meer mensen te bereiken met het verhaal dat ik te vertellen heb. Christ, ook voor jou zijn heel wat deuren opengegaan de voorbije weken en maanden. Ja. Een hele nieuwe wereld, heb je daarnet ook al gezegd. Hè? Ja, ben je verbaasd over wat je nu allemaal overvalt? Ja, toch wel. Tot nu toe is het nog altijd wauw voor mij. En dat zal ook altijd zo blijven. Want het is ook een unieke kans dat je krijgt. Je kan maar namelijk één keer Miss België worden in je leven. En die kans heb ik wel te pakken. Gekregen. Ja. En waar zie je jezelf over 5 jaar, Kidist? Heb je er al eens over nagedacht? Oh ja, toch wel. Ik hoop natuurlijk wel dat ik heel veel werk krijg in modellenbureaus of toch wel echt hoge bekende, dat je mij ooit wel kan zien op een plakkaat. Dat is toch wel mijn droom, een van mijn dromen. Maar ook dat ik ook wel kinderen kan hebben tegen dan. 2 kindjes. Mm-hmm. En ook dat ik ook al heel veel kan doen voor de armoede. Mm. Tegen dan dat ik zodanig gegroeid ben als persoon en dat ik ook heel sterk ben in alles wat ik doe. Mm. En dat ik dan veel meer capaciteiten heb voor sterk te kunnen zijn en te zeggen oké, dat heb ik bereikt en... Dat heb ik gedaan voor de mensen, ja. Zie je dat als een soort van persoonlijke missie? Je weet natuurlijk van waar je vandaan komt, ja, als kind in het arme Ethiopië. Zie je dat als een soort van opdracht voor jezelf? Ja, toch wel. Ik denk gewoon... ik heb een unieke kans gekregen. Gewoon ook heel veel meegemaakt. En omdat ik gewoon zodanig veel meegemaakt heb... moet ik misschien ook wel een voorbeeld te kunnen zijn voor de mensen die heel moeilijk hebben en te kunnen tonen naar hun, kijk, als je hard ervoor werkt, ook al is het moeilijk in je leven, kan je toch wel bereiken. Ik had dat ook niet ik had dat ook niet geweten van mezelf, van oké, ik kan Miss België worden, maar kijk, alles kan in het leven en mm-hmm, je moet gewoon geloven in jezelf en gewoon achter je droom gaan. Oké, dat is een vrij heldere levensvisie, moet ik toch zeggen. Mooi verwoord. Ja, fantastisch. Dan stel ik voor dat we gaan doorschuiven naar de voorlaatste vraag al, Steven. Ik moet de tijd een klein beetje in de gaten houden. Ja, het leven dendert als een trein. Dat hoor je soms hier, ook op de achtergrond. Maar wat is eigenlijk de mooiste les die je in jouw leven al geleerd hebt? Jullie hebben allebei al een rijk leven. Ook al is het van Bert een beetje al langer aan het duren dan van jou, Kidist, maar... Wat is eigenlijk de mooiste les die je tot nu toe hebt opgestoken? Het mooiste les is... je moet altijd lief zijn voor de anderen. Ook elkaar steunen in alles wat dat ze doen. Want je weet maar nooit dat je ooit in je leven heel moeilijk kan hebben. En als je altijd mensen gesteund hebt... en dan heb je een moeilijke periode of een donkere gat... gaan ze ook zijn voor je en gaan ze ook je helpen in alles wat dat je doet... Klinkt als een herkenbare situatie. Heb je zelf al zo'n periode meegemaakt dat je Tuurlijk, heel iedereen, diep zat? Ja, iedereen. Ik denk, ik ben nog heel jong. Ik denk, ik moet ook nog heel veel meemaken, want ik ben maar 23 jaar oud. Maar ik denk toch wel, je merkt toch wel, als je de juiste pad op moet gaan, en soms moet je wel met je hoofd in de lamp lopen, gelijk dat ze zeggen, of in de muur. En dan leer je daar wel uit, maar dan merk je ook wel wie dat er echt je echte vrienden zijn en wie dat er ook echt
er is voor u als je het heel moeilijk hebt. Ja. Want nu, door die verkiezing, zijn er veel mensen in jouw leven gekomen. Maar dat zijn niet meteen iedereen de echte wil vrienden, mijn beste vriendin zijn. Maar dat is niet zo. Ik ben daar echt correct in. Ik ben tegen iedereen heel vriendelijk. En ik ben gewoon mezelf tegen iedereen, maar... Ik maak toch wel mijn conclusies van, oké, die persoon heeft vandaag één achter mij gestaan, heeft mij gesteund in alles wat ik doe. En nu ben ik... En ik zeg dat ook, ik heb de top nog niet bereikt. Dat is al een grote ding dat ik bereikt heb, maar dat is nog niet mijn top. Ja. Bert, iedereen wil jouw beste vriend zijn als je succes hebt. Is dat zo? Is dat herkenbaar? Ja, ik heb dat misschien in mindere mate ook wel al wat meegemaakt, maar... Ja, de levensles, het heeft er misschien wat mee te maken, je moet ook wel keuzes maken. Hè. Je moet ook wel ergens durven voor gaan. En je moet ook, ik denk dat ik wel veel milder ben geworden met de jaren. Ook geleerd zodat je mening kun je bijstellen, je kunt ook even van gedacht veranderen. Het is belangrijk om te luisteren inderdaad en op die manier te beseffen wie dat je echte vrienden zijn. Dus... Dat zijn allemaal dingen die je inderdaad leert. Dus er zijn heel veel levenslessen, denk ik zelfs. We zijn het eigenlijk vaak eens, denk ik. Kijk. Want uiteindelijk, een les waar je dan mensen op vandaag daar voldoende bij stilstaan? Bij de lessen dat ze leren in hun leven? Of denk je van, hebben we meer reflectie nodig over het leven? Een keer echt stilstaan waar je staat op vandaag? Een keer inademen, pauzeren en dan weer doorgaan? Ben je zelf iemand die dat regelmatig doet? Ik denk dat mensen zouden vooral moeten aangespoord worden om zelf te denken. Ja. En uit dat bubbel, uit dat groepsdenken, daar proberen van los te komen. Ja, niet denken door of voor een ander eigenlijk. Nee, en ook zo dat die mening, ik sluit mij daarbij aan, dat is nergens goed voor. Ik denk dat je zelf moet denken. En ik denk dat iedereen moet beseffen dat we moeten leren uit onze fouten en ook als maatschappij. En dus zelfdenken is denk ik een van de belangrijkste dingen. En dat gebeurt helaas te weinig. Er wordt ook te weinig gemotiveerd, denk ik. Oké. Okay. Kedist, kan je daarbij aansluiten met hetgeen Bert zegt? Zeker weten. Oké. Okay. Jullie zijn het echt heel vaak eens met elkaar. Ja, toch wel. Kijk. Het is goed, hè? Het is jammer dat we inderdaad op afstand moeten blijven, anders dronken we straks nog een pintje. Oh, jammer. De terrassen zijn open, hè? Ja, dat is waar. We zijn aan de laatste vraag, vrienden. Als ik dat woordje al mag gebruiken, na bijna anderhalf uur gesprek. En de vraag die overblijft is de magische gave. Het valt mij op dat die vaak als laatste aan bod komt. We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal sterfelijk, we hebben allemaal onze grenzen, maar stel dat we die grenzen zouden kunnen doorbreken. Is er dan iets dat je heel graag zou kunnen, dat je nu nog niet kan, Kedist? Ja. Als kind wou ik heel graag toveren. En dat was echt mijn droom, hè. En toen ik mijn eerste communie deed, ik was wel een beetje ouder, maar ik had dan gevraagd naar mijn oma van, ja, oma, wil je mij een toverstaf geven? En dan, ik kon gewoon niet slapen die nacht, ik weet dat nog. En dat ik mijn eerste communie gedaan had, was er een feest, hè, waar we mochten gaan eten en zo. En dan kreeg ik mijn toverstaf. En ik wou heel graag een kleedje toveren met een kroon. Hè. En uiteindelijk, dat ging zo. En dat ging niet. En ik was zodanig zo in shock. Allee, ik dacht, oma, waarom lukt dat niet? Dus uiteindelijk, dan heb ik toch wel besef van, oké, je kan niet toveren. En dan is toch wel mijn droom uitgekomen, natuurlijk, als een prins, als een prinses. ik heb toch wel een prinses mogen zijn deze jaar. Fantastisch. En, ja, dat is fantastisch. Maar als ik kon toveren, zou ik heel graag de armoede kunnen wegnemen en iedereen toch wel op dezelfde level brengen. Mm-hmm. Dat niemand meer, geen ene kinderen, dat ze geboren worden en dat ze in armoede leven. Mm. Dat doet mij gewoon pijn. Ook misschien omdat ik dat zelf meegemaakt heb. En omdat ik dan ook wel weet van, oké, het is zo, het is heel erg. Mm. Maar ik denk dat er heel veel mensen niet beseffen hoe erg dat kan zijn. En we leven hier wel in een goede land. En economie draait heel goed. Maar hier leven er ook wel 1 op 6 kinderen in armoede.
Mm-hmm. Want stel dat jij jezelf tegenkomt als klein meisje van 5, 6, 7 jaar. Ik zie dat wel. Wat zou je zeggen tegen dat meisje? Oh, ik vind dat, ik was toch wel een sterk kind. Ik had mijn eigen wil, nog altijd. Maar dat heeft mij gedreven tot wie ik nu ben geworden. En daarvoor ben ik wel heel trots. En ja, soms zie ik mij wel zo, als ik mijn ogen sluit, zie ik mezelf al zo als kind zo lopen in Ethiopië. Oké. Bert, stel je kan toveren morgen, welke magische gave tover je jezelf dan? Welke magische gave zou je willen bezitten? Het zou prachtig zijn, moest je zo een mens kunnen doorzien en zeggen van, ah, dat is uw probleem, maar ik zal dat oplossen. Maar dat gaat jammer genoeg niet. Maar ik heb bijvoorbeeld een wat ik geleerd heb. Vroeger woonden wij in Gentbrugge en we hadden heel veel last met onze buurman. Mm-hmm. Hij heeft zelfs een keer mijn deur ingestampt en zo, gewoon omdat ik piano aan het spelen was en de elektrische bel stond af en ik was aan het opnemen. En eigenlijk gigantische conflicten had met die man, jaren aan een stuk. Maar dan achteraf, eigenlijk als ik verhuisde, heb ik beseft van ja, dat komt omdat hij met een gigantische frustratie zat. Die had nachtwerk, die zat ook constant op ziekteverlof. Een heel moeilijke jeugd had. Het is eigenlijk een heel verhaal. Waarmee dat ik wel wil zeggen, van moest ik, toen dat ik hem had leren kennen, dat hebben gezien. En hem kunnen daarmee helpen, zou daar misschien nooit die problemen geweest zijn. Maar dat kan ik helaas niet. Ik heb het al zoveel gehad, dat ik ergens ook... Ik ben niet altijd de meest subtiele mens, zo, en ik heb het al zo vaak gehad dat ik zo achteraf hoor zo van mijn vrouw of zo van... Allee, kon jij dat nu niet een beetje anders zeggen? Of kon je dat nu niet wat meer... Ik heb niet altijd die voelsprieten. En om zo bijvoorbeeld... Ja, iets onderliggend aan te voelen. Met mijn vrouw is dat gelukkig wel goed gekomen. Maar ja, beeld je in dat dat een superkracht is, dat je dat dan wel helemaal aanvoelt. Maar dan denk ik dat je ook met iets anders mee bezig bent, dus ik weet het niet. Maar goed, ik kan dus niet toveren ook niet. Nee. Maar soms moet het misschien een beetje botsen om iets te kunnen berekenen. Ja, maar ja, ik zeg meestal wel mijn gedachten. En soms moet je daar een beetje mee opletten. Maar soms heb ik toch ook het gevoel van dat toch beter is van toch u uit te spreken over hoe dat je voelt in een bepaalde situatie. Of wat dat je denkt van iemand. Maar voilà. Toch, ja. Ik ben toch milder proberen. Dat hebben jullie al twee gedaan vanavond, denk ik, in tweespraak. Zeker, dat was een mooie afsluiter trouwens. Hoe kijken jullie terug op dit avontuur, Chris? We gaan eerlijk zijn, je was een beetje niet nerveus. Het is niet het juiste woord, maar het was een beetje zoeken voor jou, zei je vooraf. Hè? Voor mij wel, want dat is toch wel, je moet heel diep nadenken. En uiteindelijk moet je zo direct kunnen antwoorden. Maar ik vond dat wel leuk. Ja, ik vond het echt top. Super. Dank je wel dat ik nog een keer hier mocht zijn. En met veel plezier. Jullie waren heel tof. Fantastisch. Okay, dankjewel. Bert? Dank je wel. Tot genoegen. Was het ook een fijne ervaring voor jou? Ja, dat was dik in orde. Want jij praat gewoonlijk over muziek en dat soort van dingen, maar dit was een beetje persoonlijker. Is dat moeilijker voor jou? Ik denk dat ik daar, dat ik op mijn 23e niet zo gemakkelijk zou kunnen, gelijk jou. Allee, maar goed. Maar ondertussen heb ik wel geleerd van, ja, ik denk dat ik wel iets te vertellen heb en ik probeer sowieso verhalen te vertellen in mijn muziek, dus... Ik probeer gewoon te spreken en dat lukt soms wel. Perfect. Dat is weer zeer goed gelukt, vind ik. Ik vond het zeer aangenaam. Bert, dankjewel. Kirist, dankjewel. Dank u. Pieter-Jan, dankjewel om alweer op weg te gaan met mij. Zeker. En het was episode 28 al van Tweespraak. Dankjewel, Kirist en Bert. Tot de volgende. Tot Tweespraak. Salut. Dag. Oh.